Kaas van nu. Het is alleen maar onzin, dus. Het van mijn leven, dat weet ik gewoon. Waaah! Het begint gewoon te regenen. Het ligt wel een beetje in de schaduw, want het is echt ziek warm. Het is wel een vibe. Kijk, helemaal cute de tafel gedekt. Gaan lekker shrimp tacos eten. Hoi allemaal, super leuk jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Voordat ik begin met de echte vlog, wil ik jullie namelijk iets mededelen voordat jullie het in de vlog missen. Ik ben namelijk nu druk bezig met allemaal leuke items voor jullie uitzoeken om op mijn Vinted kast te zetten. Voor degenen die me vaak kijken weten dat ik Vinted al vaak actief gebruik en ik ben echt super fan van de app. Het is gewoon heel makkelijk in gebruik en betaalt dus ook geen verkoopkosten. Ik heb al een Vinted account. Er staan nu, als jullie deze vlog zien, super veel leuke items online. En deze worden dus meer en meer aangevuld met al deze items. Vergeet me zeker niet te volgen, dat je altijd up-to-date blijft als ik nieuwe items upload. Want ik vind het fijner om te verspreiden dan om in één keer bam erop te plaatsen. Ik heet gewoon Sarah Vervoerd. Je kan het linkje checken in de beschrijving en dan kan je alle artikelen zien. En ja, blijf je gewoon altijd up-to-date. Dus als ik nieuwe items plaats. En zoals jullie wel weten heb ik ook altijd mega veel kleding. En niet alles past. Niet alles gebruik ik meer. Dus hoe leuk dat ik een tweede leven kan geven. En aan jullie kan verkopen. Nou, ik vind het geweldig. Ja, zoals je ziet heb ik echt bijvoorbeeld sportpakken van Stronger. Leuke bikinis en badpakken. Een trui. Hier leuke rokjes. Shirt. Heel leuk bijpassend pak, broek, tops, truitjes, blouse. Deze geweldige hakken die ik helaas niet pas. Echt, I wish. Maar die gaan er allemaal heen. Ik ben het nu lekker aan het uitzoeken. Op het moment staan er nu dus een paar artikelen online. Dat zijn deze. Maar die worden dus bijgevuld. Vergeet me gewoon zeker niet. Het volgende link staat in de beschrijving. Ik blijf jullie altijd op de date. Kan je gewoon echt de leukste items voor een super cheap prijsje scoren. Nou, wie wil dat nou niet? Hallo allemaal. Ik ben gewoon een beetje schor. Ik weet niet wat het is, maar te veel geschreeuwd denk ik. Vanochtend zijn mijn ouders op vakantie gegaan. En mijn ouders zijn een maand weg. Dus ik ben gewoon een maand alleen thuis. Fucking chill. Maar soms ook wel saai. Want ik heb dus een broer, maar die woont wel op zichzelf. Maar ik heb gewoon Stan en mijn friends. Mijn vriendinnen dus. Dat is wel goed. Ik heb echt het meest geweldige pakketje ooit binnengekregen. Een prijs zou helemaal losgaan in Sephora. En daar hadden ze mijn kleur foundation van de Charlotte Tilbury Flawless Filter niet. En Sophie had hem gekocht en ik had hem gebruikt. En ik dacht, say no more. Ik moet dit hebben. Dus ik heb hem meteen besteld en hij is binnengekomen. Ik heb hem besteld bij de Bijenkorf. Yay. En oh my god, ik kan niet wachten om de ding omhoog te scheren. Nou, dit is hem dus. En ik heb hem in de kleur 3. Ik had verwacht dat het juist een beetje te licht zou zijn. Fair pale is dit. Maar hij was echt perfect. En dan kan je zeg maar altijd nog een beetje opbouwen met contouren en weet ik het allemaal. En ik heb al een donkere foundation. Dus dan kan ik hem van de Estée Lauder Double Wear. En die is net iets donkerder, dus dan kan ik hem perfect mengen. Oh, heerlijk. Zo top dit. I love it. Kijk. Het is perfect. En ik heb ook nog een, dus wat donkerder. Oh, dit brengt al geweldig aan. Nou, love it. Ha, ik zie er lekker niet uit. Het is 7:15. Ik heb echt gewoon non-stop aan mijn scriptie gezeten. Dat is echt bizar. Ik heb zo'n honger nu. Dus ik ga even snel een pizzaatje in elkaar planzen. Op platbrood met mozzarella, pesto, tomaat. Helemaal yummy, yummy, yum. Dus komt helemaal goed. En ja, dan ga ik weer verder met mijn scriptie. Morgen is de deadline. So I can't wait. Nou, het is inmiddels avond. Ik ben helemaal klaar ermee. Het is nu bijna 11 uur al. En ja, ik heb echt super van gedaan. Morgen ga ik het nog één keer doorlezen en allemaal checken. Maar oh my god. Stan komt er nu ook met aan. Gelukkig ben ik niet helemaal alleen. En ah, oh, dit is helemaal kut. Maar goed. Nog eventjes knallen. En dan zijn we toe aan vakantie. Yes. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ga weer eindelijk sporten. Ik ben echt al anderhalve week niet geweest door Parijs.
Dus we hebben de outfit weer aan. En we gaan er weer voor. Ik heb een koffietje gepakt. En die ligt op Anne. Tot ze me ophaalt. Nou ja, we gaan het wel zien. Volgens mij ga ik armen, rug doen en zo. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ik denk dat het van de zomer ook echt zo gaat lopen. Ik ga zo op vakantie en zo. Dan ja. Ik zit lekker in de auto bij Anne. Oh, sorry, ik zie jou gewoon niet. En ik ga weer sporten. Nou, zo lang geleden. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Oh ja. Nou ja, zo lang geleden. Een week. Maar ja. Normaal is het veel langer. Ja. Dus nou ja, we gaan het armen toch? Ja, ik heb heel veel spierpijn. Oh, nou, top. Ik heb lekker gedoucht en opgemaakt. En mijn scriptie ingeleverd. Woe! Tussen deadline hoor. Ik heb dus 3 maanden studievertraging. Ik studeer pas af in het nieuwe schooljaar. Maar ik heb nu wel een soort van vakantie. Eigenlijk ook weer niet helemaal. Want ik kwam er dus gisteren achter dat ik mijn fucking stagevlag moet maken. Echt, oh my god. I'm so stupid. Oh my god. Een glowy. Sweaty. Nee. Ik heb de flawless filter op. En kijk hoe mooi mijn huid is. I freaking love it. Lijkt gewoon of ik geen make-up op heb. En ik heb gewoon die touch die je wil. Maar wat echt de uitvinding voor mij tijdens deze scriptietijd is geweest, is Y-Food. Ik heb het wel eens eerder benoemd en ik vind het ook echt vet chill. Dus ik wil het jullie even laten zien. Ze hebben hier dus een starters pack. En ja, hier krijg je 5 drankjes in. En dan kan je dus eigenlijk alle smaakjes proberen als je het nog niet kent. Maar het is ook heel erg handig als je er gewoon bijvoorbeeld 5 maar wil hebben. Het is een maaltijdvervanger shake. Dus het scheelt tijd in koken, eten maken. Als je druk hebt. Nou echt, geloof mij. Ik heb gisteren 10 uur lang op die stoel gezeten. Ik ben er niet vanaf geweest. En ik had geen tijd om eten te maken. Of je dan heb je nog geen zin in. Je zit zo je focus. Je wil gewoon lekker doorgaan. Dus wat je doet is je pakt een lekkere Y-Food. En ik zat gewoon oprecht de hele middag vol tot het avondeten. Ik had gisteren vanille, maar hier heb je ook banaan. Je hebt cold brew coffee, coconut, chocolate. Nou, echt super lekker. Het bevat 26 vitamine en mineralen. Hoog eiwitgehalte, veel vezels. Lactose en glutenvrij en zonder toegevoegde suikers. Dus echt ja, een ideale maaltijdvervanger voor als je druk hebt of haast hebt. Heb je toch nog een beetje een verantwoorde maaltijd. Dus ja, ik vind het echt ideaal. Wil jij nou zo'n starterspack proberen? Check dan even het linkje in de beschrijving. En je kan ook nog 10% korting krijgen met mijn kortingscode SARAHWORD10. Dus vergeet het zeker niet in te vullen. Als je het nog niet kent, zou ik zeker zeggen bestel zo'n kit. Dan kan je zelf gewoon even aanvoelen wat voor jou fijn is en wat voor jou werkt. Dat wil ik even met jullie delen, want ik vind het echt een uitvinding deze tijden. Maar goed, ik ga nu eventjes boodschappen doen. Want ik ga vanavond gezellig kaas van nu met Stan. Ik wil even gewoon gezellig wat doen. Omdat ik mijn scriptie soort van heb ingeleverd. In ieder geval, soort van. Mijn lens is een beetje vies. Dan gaan we even een boodschappenlijstje maken. Ik heb zelf de wasdagen gestreken. Nou, ik voel me helemaal een huisvrouw. What the fuck? Ben ik niet. Ik heb dus van Xenos. Van die vet leuke siroopjes voor in je koffie gekregen. Caramel cookie crunch, vanille cupcake, salted caramel candy en hazelnut. Dus ik ga nu een ijskoffietje maken en dit proberen. Lijkt me echt fucking leuk en lekker. Ik weet alleen echt niet welke. Ik denk de vanille, daar heb ik het meest zin in. Maar die hazelnut schijnt ook vet lekker zijn. Oké, ik heb hier mijn ijskoffie. Wacht, ik moet even goed mixen. Ik heb niet zoveel gedaan, want het moet niet te overheersend zijn. Zo chill in deze beker, want hij heeft 2 van die dingen. Dus ik ga zo lekker schudden. Ik doe altijd gewoon melk koud opschuimen op zo'n melkschuimer. Oh, ik hoef het niet eens. Ik heb wel heel weinig gedaan. Oké, doe een beetje bij. Lekker. Hij is echt lekker, want ik hou echt niet van het overheersen, maar het geeft gewoon net zo'n kleine touch. Love it. Oké, ik ga jullie even een quick boodschappen view geven. Ik heb even brood gekocht. Ik koop altijd volkoren brood, want ik zie altijd TikToks van dat meer granen en dat bruine brood allemaal fake is. Gewoon wil je echt gezond met veel vezels, altijd volkoren. Ik had helaas geen volkoren stokbrood, dus dan heb ik dit. Nou, ook heel lekker. Love it.
Lekker chippies. Ik heb witte wijn. We hebben hier nog heel veel wijn staan hoor, maar oké. Rozeetje. Ik vind deze wel lekker. Rose lemonade voor gin, want ja, yeah, I love gin. Paprikaatje voor de kaas van nu. Fuck. Heb ik nou wat kaas van nu gehaald? Oh ja. Ik ging voor de kaas van nu. Kaas van nu. Ik heb dit. Bloemkool en broccoli. Ik dacht ook wel lekker voor de kaas van nu. Een avocadootje. Zuivelspread. Tomaten. Ik heb allemaal lekkere kaasjes gehaald. Voor als vriendinnen langskomen of zo. Because I freaking love cheese. En rosbief voor bij de kaas van nu. Ook champignon. Dit. Ja, we moeten het altijd in huis hebben. Stel, we komen dronken thuis. Dan vijgen chutney voor beide kaasjes. En parmezaanse kaas. Ik ga nog pasta maken. En dit toch altijd handig in de koelkast te hebben. Babybel, my favorite. En dat was het. Nou, het is alleen maar onzin dus. Nou, wij gaan lekker kaas fonduen. Lekker. Goedemorgen allemaal. Nou, het is eigenlijk alweer 1 uur. Ik heb de hele ochtend de weekvlog van Parijs geëdit. En ik... Ben je scherp? Ik kon wel janken tijdens de edit. Ik herbeleefde het weer helemaal. Het was zo leuk. Maar het is vandaag super mooi weer. Dus ik ga lekker varen. Boos aan het varen met de werk. En ik ga gewoon lekker joinen. Boeien. En helemaal gezellig. Dus ik doe snel bikini aan. Wat kleding. Dan ga ik er vandoor. Want I can't miss out on this beautiful day. Nou, ik heb even snel bikini aan gedaan. Even een kort broekie. Topje erop. Ga ik snel een vlog uploaden. En rijden. Oh jongens, dit weer is toch geweldig. Oh, ik weet niet of het de hele week zo mooi weer blijft. Want ik moet ook nog een stageverslag maken. Maar anders wordt het geen stageverslag. Nee, fuck dat kutverslag. Ja, er zit ook geen deadline op, bij ons op dat verslag. Zeg maar, ja, je moet gewoon een keer maken. En je moet afgestudeerd zijn, moet je dat ding hebben, ja. Dus dat is voor mij uitstellen tot de fucking max. Ik had het natuurlijk gewoon al lang in februari kunnen maken. Maar ja, wie doet dat nou? Ik niet. Oh, ik ben zo blij dat ik even lekker kan varen. Helemaal zin in. Nou, wij zijn lekker op de boot. En iemand denkt dat het leuk is om... hoe noem je het ook alweer? Hoe heet het nou? Sabrera? Ja, Sabrera. Ja. Ik ben benieuwd of het een succes is. Leg even die boot uit. Robin, pas nou op, jongen. Ja, is dat mes wel scherp genoeg of maakt dat niet uit? Hoe vaak doen jullie dit? Hoe vaak doen jullie dit? Ik heb het gevoel dat ik keer moet. Let's go. Ik wil niet heel diep les. Hij staat onder te veel druk. Kom op, kom op! Hey, ik knip alleen het stukje erin dat hij eraf gaat. Iedere keer weer. Je moet geen kracht zetten, je moet gewoon afglijden. Ja, ik kan dit soort dingen nooit van mijn leven, dat weet ik gewoon. Wow! In één keer! Nou, wat goed! Nou, ik ben helemaal gezellig met de girls. Hey, schatten. Zet de wijn staat klaar. Lekker. En het eten ook. Nou, eet smakelijk. Oh. Hallo allemaal, het is alweer donderdag. Jezus. Ziet eruit of zo? Gisteren was zo gezellig. Lekker met die meiden gegeten. Heerlijk lekker gekletst. En op een gegeven moment kwamen de jongens nog. De jongens, gewoon onze vrienden. Toen zijn we achter lekker gaan zwemmen. En hier ik zo'n foto plaatsen. Dat was zo vibe. Dat was echt gezellig. En toen zijn we echt lekker gaan wijnen. Gaan praten over het leven. Ik hou van die avondjes. Gewoon tot 1, 2 uur s'nachts. We zitten lullen over het leven. Over muziek. Goede muziek. Leuke muziek gedraaid. En oh, love that. En dan ben je totaal niet met je vlogcamera bezig. Ben je zo in het moment. Ben je zo aan het genieten. Dus het was echt top. Anne is ook nog gezellig blijven slapen, maar het is nu naar huis, want ja, ze moet ook gewoon zomaar dingen doen. Ik ben nu ook een beetje aan het werk en daar is samenwerken en filmen. Ik heb niet zoveel zin in, maar het komt niet goed uit. En Stan, het wordt vandaag 28 graden jongens, 28 graden wordt niet normaal. Stan en ik gaan lekker achter in het water liggen, dus dat is helemaal gezellig. Ik ben nu even een tossetje aan het eten en een koffie gaan drinken.
make-up video aan het editen. Komt helemaal goed. Ik lig nu lekker achter in het water met zand. Even een ijsje. We liggen wel een beetje in de schaduw, want het is echt ziek warm. En we gaan lekker Tempa kijken. Zo leuk. We zijn nu van het water af. Ik heb me even omgekleed, want we gaan nu lekker varen met Sans ouders. En even gezellig eten op de boot. Dus helemaal top. Ik hou van het weer. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. En ik moet vandaag heel veel samenwerkingen filmen. Dus time to get ready. Oh my god, ik zie er niet uit. What a drama. What a drama. Gisteravond lekker gevaren met Stan en zijn ouders. Lekker de boot gegeten. Super gezellig was het. Soms kom ik zelf niet uit te staan. Maar goed, we moeten allemaal samenwerkingen filmen. Druk, druk, druk. En editen ook nog. Veel editen. Dus het is een drukke dag. But with fun stuff. Ik ga even mijn beautyblendertje nat maken. En ik ga jullie de flawless filter van Charlotte Tilbury laten zien. Hij is echt amazing. I love it. I freaking love it. Het leven om mezelf bevalt me echt veel te goed. Oh, ik vind het zo heerlijk. Lekker rust aan mijn hoofd. Ja, gewoon lekker zelf alles bepalen. Ik vind het gewoon zo kut. Dat het is gewoon zo fucking duurzaam op mezelf te wonen. En ik word er gewoon agressief van. En ik weet ook gewoon niet waar ik wil wonen. Aan de ene kant wil ik in Amsterdam wonen. Aan de andere kant wil ik wonen. Maar hier in de buurt waar ik woon heb je niet echt veel woningen voor mensen rond de 20, zeg maar. Het is zeg maar allemaal echt een starterswoning meteen. Niet echt kamers of appartementen wat betaalbaar is. Dus dat is gewoon kut. Ja. Het is gewoon allemaal helemaal ruk. Ik zit echt in een midlife crisis. Oké, deze foundation die gaat echt huilen hoe mooi dit is. Het lijkt net of hij gewoon een soort glow aan je gezicht geeft. Hij dekt, maar niet too much. Maar hij dekt gewoon perfect. Gewoon precies zoals je het wil. In ieder geval zoals ik het wil. Gewoon heel natural. Glowy. Ja, echt alsof er gewoon een flawless filter overheen zit. Echt, ik ben zo fan. Het is zo je geld waard. Ik merk de laatste tijd zo erg dat ik zoveel meer waarde hecht aan wat duurdere producten. En dat je er dan gewoon lekker langer mee kan doen. In ieder geval, ik doe er altijd. Ja, het ligt natuurlijk aan per product, maar ja, je kan er. Je hoeft ook minder te gebruiken. En ja, ik doe het ook niet maar elke dag of zo. Dat scheelt natuurlijk ook al. Ja, ik hou er gewoon van. Ik word er gewoon helemaal gelukkig van. Oh, love, love, love my life. Ik doe nu een concealer op van NARS. Die is ook fuck chill. En iets minder dekkend als die van Tarte. En ik heb altijd gewoon eentje die mijn eigen huidskleur is. Blend zeg maar gewoon je gezicht in. Niet dat je echt zo'n highlight ziet. Ja, vandaag ga ik dus niet zoveel doen. Van de week heb ik echt super veel leuke dingen gedaan. Niet heel veel gevlogd voor mijn gevoel. En dat komt omdat ik gewoon even ja, tot mezelf moest komen. Soms heb je dat wel eens dat je even gewoon minder doet. Vanavond eet ik wel alleen. Dus ik dacht misschien is het wel leuk als ik gezellig in de vlog ga koken. En dan een mini mukbangetje erachteraan. Dat ik het gezellig opeet of zo. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ik moet alleen nog even bepalen wat. Ik kan ook wel even mijn stories vragen misschien. Dat is ook wel leuk. Ook wel leuk. Dit is toch gewoon ah, wat je wil. Wat je wil. Ik heb hier een heel lijstje gemaakt. Dat ik allemaal moet doen. Ik ben echt een lijstjesfreak. Ook al hou ik me er soms niet altijd aan. Het geeft me gewoon overzicht. Het geeft me gewoon rust in mijn hoofd. Want als het in mijn hoofd zit, dan vergeet ik het. Dan ga ik gewoon vergeten. Denk opeens, oh, I'm done. Ik kan lekker Gossip Girl kijken. En dan denk ik, oh nee, fuck. Dat ik in mijn bed moet dit doen. Dus ja, dat helpt voor mij heel erg. Ik weet niet of ja, meerdere dit hebben. Heb je misschien tips hoe ik dat nog beter kan doen? Want, ach, oh, zo gaat het helemaal fout in mijn hoofd. Ja, dit weekend
ga ik ook niet heel veel doen. Oh ja, zondag heb ik een sleepover met de girls. Dus dat wordt ook helemaal cute. Ze komen allemaal hier slapen. Wordt ook helemaal gezellig. Ik ben zeg maar wel klaar met de deadline van mijn scriptie. Maar ik moet dus nog een stageverslag maken. En ik weet gewoon niet wanneer ik het ga doen. Wanneer ik de motivatie ervoor krijg om het te gaan doen. Dat is het meer. Want over anderhalve week of zo ga ik ook alweer naar Barcelona. Ah, oh, daar heb ik ook zoveel zin in. Mijn management zelf met mijn werk. Waar ik zeg maar werk. Stage heb gelopen en nu werk. Maar nu even niet werk. Door mijn scriptie. En de zomer zo. Ik dacht, ik begin gewoon lekker in het nieuwe schooljaar. Oh, ik word zo gelukkig van deze producten allemaal. Love my life. Ik ben opeens helemaal, sinds ervoor, echt helemaal make-up freak. Ik was het al, maar ik ben het nog meer. En ik heb daar zoveel producten gezien wat ik gewoon wil. Dat ik gewoon de hele dag door op Douglas zit. Douglas heeft een app. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Kun je even kijken. Maar oh, je moet die app gewoon downloaden, want het is zo fucking chill. Je kan ook gewoon in je wishlist zetten. Zomaar heel wishlist zit vol. Ik ben obsessed. Maar goed, dat was even een tussendoortje. Dat ik die app gewoon top vind. Ik kan een linkje in de beschrijving even checken. Kan je meteen naar doorgelinkt worden. Ik heb geen zin in. Ik haat mascara altijd. Ah, een beauty room. Ik haat mascara altijd om op te doen. Ik vind dat zo'n kut werk. Oh ja, mijn nieuwe highlighter van Tarte. Ach, die moet ik opdoen. Dit geeft echt een soort glow aan je gezicht. Alsof het gewoon een natural glow is. Maar het is een highlighter. Het is zeg maar niet zo'n harde glitter. Het is echt gewoon een... gewoon een glow. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Love it. Ik ben gewoon terug naar Parijs. Ik was daar zo gelukkig. Ik mis het zo erg. Ik heb me zo vaak deze week gewoon down gevoeld. Als ik Parijs gewoon zo erg mis. Ik weet niet wat het is. Maar het was zo'n leuke week. Echt. Oh, I hate it here. Oh, een stuk mezelf. Nou, ik ga mijn mascara doen. Want het is toch een KUT werkje. En dan zie ik jullie snel weer. Oké, ik heb me lekker opgemaakt. Nu kun je echt zien. How pretty. Pretty woman. Oké, ik ben me lekker bezig met worky life. Ik ga zo even lunchen, ik heb honger. Ik heb zo'n kutdag. Ik ben het helemaal zat. Ik ben fucking ongesteld. Echt. Oh, ik maak mezelf helemaal gek. Het is gewoon niks van alles. Ik maak mezelf helemaal gek. Ik wil gewoon fucking hard huilen. En ik weet niet waarom. Niks werkt mee. Ik heb vannacht 3 uur geslapen. Omdat ik helemaal onder mijn gebulten zit. Heel mijn leven is gewoon kut op het moment. En over een uur weet ik gewoon alweer dat er niks aan de hand is. Maar ik heb het gewoon zo druk. Ik moet zoveel doen. En het lukt gewoon niet. Niks lukt. Ik heb er geen energie voor. Ik heb er geen moed voor. En het moet. Het moet allemaal vandaag online opgestuurd worden. En... Ik heb ook gewoon nog deze outfit aan. Al de hele dag van gisteren. Ik weet het gewoon even niet meer. Nou, jongens, ik weet niet wat het is. Maar ik ben echt helemaal kapot gewoon. Niet eens moe, maar gewoon levensmoe. Ik weet nog steeds niet wat ik wil eten. Maar ik ga wel gewoon de supermarkt in lopen. Kijken of ik inspiratie krijg. Ik ga niet koken zoals ik zei. Lekker koken en dan mukbang. Nee, het gaat hem niet worden. Het gaat gewoon Mima zijn van haar op de bank neerploffen. En zien we waar het leven eindigt. Oké, dit is zo depressing. Oké, ik heb mezelf even uit de put gehaald. Want het ging echt helemaal fout. Ik ga toch wel koken. Maar niet echt koken. Meer gewoon lekker een wrapje maken. En dat een beetje samen zijn. Dus lekker met kip. Lekker met je feta. Tomaatjes. Avocado. Helemaal lekker. Dus dat gaat hem gewoon worden. Dus ik ga zo meteen boodschappen doen. Ik ben nu even koffietje aan het zetten. En dan ga ik dat gezellig met jullie maken. Ik dacht, Saar, doe even normaal. We gaan niet zo diep in het dal zitten. Dat verdien je niet. You're such a great girl. You don't deserve it. Mijn vrouw is echt helemaal huiswifey. Ik elke dag water, de planten water geven. De kippen eten geven.
mijn kat. Ja, echt, wat een wife ben ik, joh. Nooit verwacht dat ik dit allemaal aankom. Ik vind het wel veel stress. Ik ga later geen dieren nemen, dat weet ik wel. Oh, helemaal niks voor mij. Kijk, ik heb dus kippen. Ja. Je hebt er echt geen drol aan. Volgens mij eten ze hun eten dus ook gewoon heel, want het ligt hier gewoon allemaal op de grond. Dus dan denk ik echt van ja, ik gooi het er nu weer bij, zeg maar. Maar ze lopen het gewoon uit. Nou, zoek het lekker uit. Adios. Ze gaan toch wel eten. Nou. Best. Mijn vader heeft alle planten hier op een rijtje gezet. Zodat ik ze niet vergeet. Ik ga helemaal stuk. Zo, het is opeens best wel mooi weer. I'm back. Ik voel me echt wel weer stukken beter. Dat ik gewoon even erop uit ben gegaan. En ik zie pas nu pas hoe mooi weer het is. Oké, ik heb eten gehaald. Ik heb ook lekker kersen gehaald. Ik dacht, maar een bonus. Ik dacht, ja, ik haal dus altijd boodschappen bij de Albert Heijn. Ik weet dat het veel duurder is, maar... Ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Mijn moeder dat ook doet. En dan ben ik gewend. Ik heb vegan kipnuggets voor op de wraps. Waterijsjes. Even wat yoghurt, want dat was op. Altijd even in mijn huis hebben. Appeltjes, een beetje fruit. Feta voor op de wraps. Ik zag dus dit en ik moest hebben vanillesiroop voor koffie. Ja, mag bij de verzameling. Dan heb ik, of course, havermelk. Dat vliegt er hier doorheen. Dan heb ik mini wraps. Daar ga ik het lekker op maken. En nog tonic voor gin tonic. En knakworstjes. Nou, heb ik ook weer wat in huis. Joehoe. Nou, jezelf makkelijker maken als dit kan bijna niet. Ik heb het eten. Dus ja, ik ga even gezellig met jullie eten. Misschien zijn jullie nu ook wel aan het avondeten. En ja, dan kunnen we gezellig met elkaar avondeten. Ook al is dit een week eerder, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb het bloedheet. Holy shit. Schoen uit. Ah. Kussen. Oké, wat ik heb is iets zo maar zelf verzonnen. Ik heb 2 mini wraps. Ik begin even met 2. Misschien heb ik nogal weer een pak erbij. 2 kippetjes erop. Ik heb avocado, tomaat, feta, zuivelspread en jalapeno's. Ben ik weer het mes vergeten. Dus ja, dit is echt gewoon een zelfverzonnen random bij elkaar geraapt zooitje. Maar ja, wat boeit dat? Het is toch heerlijk. Lekker avocado erop. Het is gewoon freestyle. Wat doen jullie vaak met avondeten? Zeg maar, het is mijn eerste week alleen en ik heb nu al struggles. Moet je nagaan als je op jezelf woont. Ik vind het wel heerlijk trouwens hoor. Lekker zelf een beetje bepalen. Maar wat doen jullie vaak met avondeten? Zo als je geen inspiratie hebt. Ik ben ook op TikTok gaan kijken. Maar daar zag ik eigenlijk alleen maar veel te moeilijke recepten. Ik dacht, nou hier heb ik helemaal geen zin in om dit allemaal te maken. Wat een... Dus als ik easy zocht hoor. Maar allemaal zo kookwerk. Ik had er helemaal geen zin in. Het ook heel erg van koken houden hoor. Maar not today. Oké, dan ook een beetje zuivelspread erop. Een beetje. Zuivelspread is echt mijn leven. Ik vind het zo lekker. Het is eigenlijk gewoon Philadelphia roomkaas, zeg maar. Ach, maar I love it. Feta erop. Fucking lekker. Tomaatje. En jalapeno's. Maar het wordt echt een obsessie, want overal gooi ik jalapeno's en sriracha op. Dat kan echt niet meer. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat smaken. Misschien is het echt niet te kanen. Ja, ik vind alles lekker dus. En vouw je hem zo, woerp, dubbel, en heb je een taco. Gast, het is gewoon fucking lekker. I knew it. En wat kan hier fout aan gaan? Hier ook nog lekker was op geweest om groene salsa. Vind ik ook dus zo lekker. Fantastisch op geweest. Het is eigenlijk een skere versie van Mexicaanse tacos die ik altijd maak. Doe ik altijd met beef en shrimps en allemaal andere extra dingen. Maar het is een goede vervanging. Gewoon lekker snel. Ah, dit is precies wat ik nodig had. Dit is precies wat ik nodig had. Ja, ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. Ik zag echt mezelf en ik wil me niet koken. Ik ga gewoon pizza bestellen of
Ja, dan gaan we gewoon iets bestellen. Of een diepvriespizza of zo. Dat is zo wel lekker. Ik heb zo heet. Oh, ik zit hier in een trui en het is best wel warm. Ik ben wel benauwd. Ik ga vanavond even een film kijken. Ik denk The Age of Adeline. Ik heb die film dus nog nooit gezien. Het kan echt niet. En ik zit nu helemaal into Gossip Girl. En er zit... Hoe heet ze nou? Het is echt Blake. Lively is haar. Maar let me know jullie snelle, easy, maar wel makkelijke recepten. Aardappel, groente, vlees vind ik trouwens ook gewoon altijd chill. Altijd makkelijk. Maar dit is gewoon... Nou, ik denk dat het heel ongezond. Het is zo makkelijk. Ik ben... Ja, laat het 10 minuten kost. 10 minuten. Nog niet eens. Ik neem een laatste hap en dan ga ik even een shirt aan doen. Want ik trek het gewoon niet meer hier. Hoe blij eten mij soms kan maken. Ik denk dat ik hierna nog wel honger heb. Maar ik laat het eten wel heel even een beetje zakken. En dan maak ik vanavond weer. Want het is best wel vroeg. Het is nog maar 6 uur. Dus ik ken mezelf langer als vandaag. Om 8 uur heb ik weer honger. Maar dat is wel helemaal goed. Dan laat ik het even lekker een beetje zakken. En dan eet ik het weer op. Want ik heb nog allemaal kip over. Ik ben zo aan het genieten. Dit eet ook gewoon vet handig. By the way. Volgens mij zijn dit, niet dat ik nu weer mensen, oh dat ik weer verkeerd zeg, maar volgens mij zijn dit echte taco's uit Mexico. Die taco's, die harde, dat komt helemaal niet uit Mexico, dat heeft Amerika gewoon verzonnen. Die tortilla chips. Maar ik vind dit ook veel makkelijker eten en ook lekkerder zo. Maar, ik wil even een leuke film kijken, maar ik weet niet welke. Ik heb echt alles, Disney Plus, wat heb ik niet? HBO Max, Disney Plus, Netflix, Videoland. Wat heb je er allemaal aan? Oh, ik vind het zo irritant dat overal verschillende dingen op staan. Welke app ga je openen en wat ga je dan kijken? Ja, maar of ik ga gewoon lekker Gossip Girl kijken, maar hoe gaan we even een movie night? Nee. Oké, dan. Ik ga Stranger Things kijken, ja. Dan gaat het worden. Nou, wij denken even leuk buiten te zitten bij een sunset heet het bar. Het begint gewoon te regenen. Maar het valt mee. We got this. Nou, het bleef niet bij 3 druppels. Heel erg. En het blijft dus gewoon maar gaan. Kijk je broek. Kijk mijn broek. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal, maar het is wel vibe. Het is wel een vibe. Waar is die man? Oh, hij is er niet. Het was net man, heel de regendansje. Wat gaat iedereen straks doen? Want wij zitten maar zitten. En Anne is erbij aan het halen. Waar is Anne? Dat is wel belangrijk. Blijf lekker zitten. Oh, wat erg. Maar dat is heel mooi. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Gisteren was echt super gezellig. Toen ik thuis kwam had ik gedoucht. Mijn haar is weer lekker schoon, want mijn haar stonk naar vuurkamp. Dus niet normaal, op een gegeven moment ging mijn vuurkamp zitten, omdat het best wel koud werd. Maar oh, heel mijn haar stonk. Ik kon gewoon echt niet mijn bed in, dus ik heb lekker gedoucht. Dus daarom ziet het er een beetje zo niet echt uit. Maar ik heb zo'n leuk pakketje ontvangen, jongens. Ik heb een pakketje ontvangen van Morphe. Oh my god, gewoon Morphe make-up. Oh my god. Oké, laten we het openen. Oh, dit meen je niet. Dit is echt geweldig! Dit is geweldig! Oké, let's unpack it. What the fuck? Het is echt ziek veel. Het is dus van, oh my god, Morphe 2. Oké, als eerst dus een paar kwasten. Wacht, ik ga dit even uitstellen, want dit is zoveel. Oh my god, jongens. Ik ben helemaal onder de indruk. Die foundation is fucking mooi. Die concealer is ziek dekkend. Die glossjes en die lipstift zijn allemaal echt niet normaal. Kijk, dit is bijvoorbeeld deze. Die gloss. Oh my god. Nou, allemaal van die mooie shimmers voor mijn ogen. Het is echt niet normaal. Ik ben echt helemaal impressed. Nou, we zijn nu gezellig bij Bo. En zij is weer zo cute. Ja. Gaat zo'n hele borrelplank maken. Oh, en we hebben gewoon allemaal lekker hapjes. Lekker sushi, dipjes, broodjes, frituur. Oh, dat is zo top. We hebben ook boontjes.
Nou, lekker helemaal. Echt lekker, gewoon lekker wijnen en hapjes met meiden. Hey. Het is ook gewoon echt, het is niet heel mooi weer, maar het is wel gewoon lekker warm. Dus gewoon helemaal top. Nou, we zijn lekker aan het wijnen. Cheers, Rissy. En aan het milkshaken. Ja. Een kut combinatie eigenlijk. Ja, het smaakt echt niet goed. Eigenlijk moet ik ook nee zeggen, maar ik zeg altijd ja. Ja. Dus ook. Het is en we hadden net heel die eettafel nou vol. Wij... Nee. Wij... Ja! Ik dacht wel. En wij dragen al die shit naar binnen, de helft valt natuurlijk op de grond. Komt precies bodeouders thuis. Ja, wat een gezeik. Sorry dat je dit ziet. Ja. Nu gaan ze jullie schrijven. Hallo allemaal, het is vandaag alweer zondag. En we hebben vanavond Girls Night. Jezus. Wat? Lucas. Ja, ik had het ook gegeven. Kijk, helemaal cute tafel gedekt. Gaan lekker shrimp tacos eten. Oh, is dat nu Jan? En lekker movie night, helemaal gezellig. Oeh, lekker. Oké, Anne. We gaan dit zagen op TikTok. Dus dit jij de rap zo. Gaat. Zo. Hoi. Oh. Nee, maar er moet zo'n bobbel komen. Ja, maar dat kan ik niet met deze kant klaar dingen. Ik denk dat hij het gas loopt. Onze andere schat is arrived. Tijd voor frieten. Lekker de shrimpjes aan het maken. En het gaat hartstikke goed. Met de wraps. Helemaal mooi, joh. Ja. Ik ben nu de vlog aan het editen en ik zie dat ik heel de vlog niet heb afgesloten. Maar heel erg bedankt voor het kijken. De girls zijn het echt een super gezellige dag. Bij de bank, het matras neergelegd en lekker Friends with Benefits gekeken en popcorn gevroten. En zijn we in slaap klaar gevallen. Het was zo gezellig. Dus helemaal leuke avond gehad. Sowieso was het echt een super gezellige week met mijn vriendinnen. Lekker eerste weekje alleen thuis en lekker living my life. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Vergeet zeker maar niet te sporten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven. Te volgen op Instagram. Te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!